Hallo iedereen en welkom bij Vlogmasdag 17. We hebben de Little Party, ik denk binnen 2 dagen. En dit is net aangekomen van Little. Hoe tof. Een kerstboomdoos. Dat is echt zot gemaakt. Echt heel leuk. Wauw. En ik ga die unboxen met jullie. Oké, laten we kijken wat erin zit. Het is een hele doos vol. Maar het ziet er tof uit. Oh, Christmas crackers. In de vorm van kerstboompjes. Dan hebben we salt and pepper biscuits. Ook lekker uit, yummy. Dan snack toast. Deze. Een tekentje. Oh my god. Love it. Oh, zalig. Amai, dat is kei dik en kei zacht. En dat past hier kei mooi. Wauw, oké. Heel leuk. Dan hebben we, jawel, een fles champagne. Echte champagne. Little, keeps his dingen high, hè. Ik weet niet hoe ik dat zeg. Oh, hoe leuk is dit? Kerstballen om een eigen foto in te steken. Oh, dat ga ik zeker doen met Niels. Oh, superleuk. Dan hebben we lichtjes voor in de boom. Of eender waar te hangen. Lampjes dus. Dan zie ik hier van onder nog iets. Sokken. Oh, ook keileuk. Sokken. Met leuke motiefjes erop. Wat is dit? Een party light. LED party light. Hey, hoe tof is dat? En dat gaat in een gewone. En dat gaat echt hier in onze lamp. Oh, dat is leuk. Met disco effect. Dus dan kun je opzetten tijdens het feestje. Dan hebben we nog een kersttrui. Ik ben benieuwd. It's gonna be lit. Oh my god, hoe cute. Oh, super leuk. En eens kijken, dan hebben we nog een brief. Van de Little. Aha, met de uitnodiging. Super leuk. Hier is de uitnodiging. Dus dat is de 18e. Vandaag is het de 15e, 16e. 16 denk ik. Dus binnen 2 dagen. En dan gaan we dansen. Jee. Het is allemaal online, of course. Want corona is still in... ons landje, dus we gaan dansen thuis. Ja, super leuk. Kijk er keihard naar uit. Fijn snacks om te eten, koekjes. En die doos gewoon alleen al is geweldig. Echt. Tijd is gekomen om mijn nieuwe decennio posters te hangen. Ik heb kerstige posters gekozen deze keer. Echt super mooi. En naast kerstposters heb ik ook 2 andere posters voor het jaar gekozen. Meer met zwart. En een kalender voor het nieuwe jaar. Want daar hebben ze ook kalenders. Dus super leuk. Oké, ik ga ze jullie even hier tonen. Dat is het makkelijkste. Ik heb trouwens ook nog zo'n hanger voor de posters. Dus zo, dat is zo van hout. Zo ziet dat eruit. Daar kan een poster tussen. En dan natuurlijk het touwtje om dat aan te hangen zit erin. En dan heb ik ook nog een clip, ook in het zwart. Dus zo'n clip verkopen ze ook. Want daarmee wil ik mijn wandkalender ophangen. En dan hier een soort nageltje doen dat de wandkalender blijft hangen. Dus dit is de wandkalender. Alles komt ook weer zo mooi ingepakt. Dus altijd bij decennio. Er wordt altijd zoveel zorg gedragen voor alles wat je bestelt.
dat er niks kapot is of dat er geen verkreukte posters zijn. Echt wel heel mooi. Dus dit is een kalender. Deze ga ik dus in die clip doen. Ik ga dat er alles aan doen. Zo is mijn bedoeling. Dat ik die dan zo kan ophangen. En je hebt eigenlijk gewoon elke maand een nieuwe print. Dus ik heb gekozen voor de Botanicals. En dan heb je elke maand een nieuwe print. Zoals je kan zien. Oeh, deze vind ik mooi. Welke is op mijn verjaardag? Oeh, verjaardag in maart. Ik wil altijd zo weten. Wat is op mijn verjaardag? En dan, oeh, mei is ook heel mooi. En je ziet ook wel, ze passen echt hun prints zo aan de kleuren van het jaar. Dus je ziet ook, in de zomer zijn er echt kleurrijkere. En dan hier bijvoorbeeld, oktober is meer herfstig. November ook, december ook wat donkerder. En wat ook heel leuk is, het is een wandkalender, maar als je de kalender, als het jaar voorbij is, of bijvoorbeeld januari is voorbij, heb je hier een afscheurstrook. Echt zo, ja, noem dat zo, van die streepjes, ribbeltjes. En dan kun je dat gewoon zo plooien, afscheuren, en dan kun je deze als poster gebruiken en een kader doen. Dus dat vind ik echt wel heel tof. Echt een super leuk idee. Want dan kun je daarna echt wel zo'n botanical kader maken. En met al die dingen een mooie collage maken. Dus echt wel super tof. Dus dat had ik van de Senio besteld. En dan heb ik nog een paar nieuwe posters besteld. Want het zijn natuurlijk de feestdagen. Dus ik wou wat feestelijkere posters. Deze twee heb ik gekozen. Hier staat Joy. En dit is een rendier. Allebei dezelfde kleuren. En deze ga ik op de slaapkamer in de posters hangen. Omdat ik daar rood heb. Dan heb ik deze. En die vind ik echt zo leuk ook. Dit is een mistletoe. En er staat ook mistletoe. En dan staat er onder Kiss Me Quick. Deze ga ik ook in de slaapkamer doen. Aan mijn kant van het bed hangt een kader. Dus deze ga ik daarin doen. En dan is dat zo voor het slapen gaan. Kiss me quick, zeg ik dan in de Niels. En dan heb ik ook nog deze. Deze ga ik wel in de living hangen. Deze is zwart, donker met groen. En dan staat er Joy to the world. Do, 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 do. Do, 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 do. Vind ik ook echt heel leuk. En dan de twee voor boven de zetel. En dan zijn deze twee. Deze twee heb ik gekozen voor boven de zetel te hangen. Omdat het momenteel toch zo'n donkerdere periode is. En ik wou die beige met wit hebben we nu. Ook van de Senio. Want die beige posters wil ik graag houden voor zo de lente en de zomer. En dan switchen naar de donkerdere met zwart en goud en wit voor in de herfstmaanden en wintermaanden. Oké, dus nu kan ik die of zo hangen of met twee touwtjes en dan is die iets dichter. Wel heel mooi. Past ook heel mooi bij het zwart. Ik moet hem hier nog wat recht steken van onder. Maar ik ga zelfs te goed kijken als hem hangt. Ik ga eens kijken waar ik hem wil hangen precies. Ik heb hem hier opgehangen in plaats van die quotes, die is ook van Decenio. En zoals je ziet, ik heb de lintjes er even afgedaan, want alles hang ik op met deze plakspijkers. En dat was niet zo, dat oogde niet zo mooi, omdat daar altijd zo'n rood stukje aan is, aan die deze plakspijker. Dus ik heb hem even zo gehangen tot ik misschien nieuwe deze plakspijkers ga halen. Maar ik vind het zo ook wel heel tof. Ja, past ook heel mooi met alles. Super leuk. Tada! Hoe mooi. Oh, ik vind deze echt zo goed passen nu hier. Wauw. Ik vind ze echt zo mooi bij al dat zwart en dat wit. Prachtig. En die andere ook super handig. Want je krijgt dan zo'n map of een rol. Dus ik steek die andere daarin. En dan gaan die gewoon op de zolder. We hebben niet echt een zolder. Allee, jawel, maar dat is een mancave. Maar
Zo, en dan gaan die gewoon in de logeerkamer. Nee, niet logeerkamer, in de rommelkamer, sorry. Dus daar leg ik die dan. En dan blijven die ook mooi intact. Oh, ik vind het zo mooi, wauw. Ja, I love it. En die heb ik even in een gouden kader gedaan. Die had ik al, ook van Decenio. Maar ik vind die nog altijd super mooi boven de barkar. Want daar staan zo glaasjes wijn of cava of wat is dat op. En dan deze hangt hier, ook super tof. En dan de quote heb ik even in die witte kader gedaan. En die ga ik even ook op de logeerkamer zetten tot na de feestperiode. Oké, nu gaan we ons verplaatsen naar boven. Want ik ga boven in de slaapkamer ook de kerstposters hangen. En mijn Decenio haul en Decenio poster switch zou natuurlijk niet compleet zijn zonder dat ik een kortingscode voor jullie heb. Mijn kortingscode is Thalisa35. Ik zal hem hier ook nog eens zetten. Ik zal hem onder in de beschrijving ook nog eens zetten als een direct linkje naar de website. En deze is geldig van 18 december tot 26 december. Dus jullie kunnen nog posters voor kerst kopen, eventueel voor iemand cadeau te geven of zo, ook altijd fijn. Ze chippen ook wel echt heel snel. Mijne zijn er altijd echt na 2 dagen. Dus dat is ook ideaal. Let wel op, deze code is niet geldig op de kaders, handpicked en personalized posters. Dus daar geldt dat niet op, maar er zijn echt genoeg andere dingen van de site om van te kiezen. Ze hebben echt zo'n ruim aanbod, echt voor ieder wat wils. Dus echt wel super. Geniet van mijn korting, zou ik zeggen. Tijd om de acupunctuur te vertrekken. Acupunctuur, ik zeg dat zo verkeerd. Ik ga nog een jas aan doen. Dit is mijn outfit. Ik heb gewoon zwarte sportschoenen aan van New Balance. Mijn broek is van Stradivarius een paar jaar geleden. Golfje is Naked. En blouseje, ik kruip omhoog, is ook van Naked. Maar het is vooral belangrijk dat ik comfortabel ben. Dat mijn broek makkelijk omhoog kan. Dus daar gaan we voor. Hè. Ik krijg nog steeds veel vragen over acupunctuur. Want voor mensen is dat nog altijd wel iets vreemd en iets gewoon gek, het idee dat je met naalden in je lichaam dingen kunt verbeteren. Maar ik ben eigenlijk naar de acupunctuur gegaan door mijn dokter. Mijn dokter Jo Lindmans is dokter/homeopaat. Slash nog iets. Al sinds hij heeft 3 diploma's van dokter. Zoals de alternatieve dokter, homeopaat. Maar ook gewone dokter. En hij had me aangeraden om eens naar de acupunctuur te gaan. Vooral om stress weg te nemen. Ik ben nogal stressgevoelig. Onrechtstreeks eigenlijk hou ik best wel veel stress op. De stress die ik ophoud, hou ik meestal op in mijn buik. Dus ik had altijd een heel opgezette buik, veel buikpijn, heel veel last van diarree. Misschien TMI als je hier niet tekent, kijk dan even gewoon niet. Maar ik had dus echt wel veel last van mijn darmen vooral, maag minder, maar vooral mijn darmen. Ik had ook een opgezette buik, meestal onderaan eigenlijk in mijn buik, in mijn onderbuik. Dus meer waar mijn darmen zitten. Maar het is trouwens nogal een mottig regenweer. Wow. Maar dat terzijde. Dus ik heb een beetje een aangepast dieet gevolgd via mijn homeopaat. Allee, dieet. Het antitoxische, maar dat is ook een beetje zoals het, hoe noemt dat? FODMAPping, denk ik. Ja, ik denk FODMAP is ongeveer het
hetzelfde. Dus ik ben gewoon gaan kijken waar ik niet goed tegen kon en zo, wat mijn darmen niet konden verdragen. En het was vooral ook ajuin en look en alles. Dus dat heb ik even geschraapt, dan terug toegevoegd, al die dingen. En terwijl ben ik ook naar de acupunctuur gegaan. Ik ga bij Wim van Acapuncto in de stad is dat. Die had mijn homeopaat ook doorverwezen dat dat een van de beste is. Zeker in mijn omstreken ook en zo. Dus ik dacht, oké, ik ga dat gewoon een kans geven. Eerst was ik ook best sceptisch. En dacht ik van, ja, die naalden in mijn buik, hoe gaat mij zoiets helpen? Maar van het moment dat Wim, hij werkt trouwens met de laser en met naalden. Dus die wisselt af, maar hij doet ook laser. Dus voor iemand die schrik heeft van naaltjes, er is ook laser mogelijk. Maar bij mij wisselt hij eigenlijk gewoon af. En de eerste keer vanaf het moment dat die naaltjes, vier naaltjes op specifieke plaats die hij kent en zo natuurlijk, dat is zijn ding. Die naaltjes erin stak, wist ik al, oh, dit is echt zalig, verlichting, mijn buik. Ik voelde 100 keren lichter. Ik voelde me zoveel beter. En ondertussen ben ik best. Oei. Wat kan ik voor je doen? Niks, Mercedes. Thanks. Ondertussen ben ik 8 tot 10 keren geweest, denk ik. Want nu laten we er altijd een maand tussen. De eerste keren ging ik al om de week. En om de 2 weken, 3 weken, nu een maand. En ik moet zeggen, mijn darmen, het gevoel in mijn buik, de opgezette buik, alles is zoveel verbeterd. Ik heb soms nog last, maar veel minder als ervoor. Ik heb ook veel meer energie. Ik deed heel vaak dutjes voordat ik naar de acupunctuur ging. En nu doe ik alleen nog eens een dutje eventueel als ik mijn regels heb, omdat ik dan wel weer moe ben, want dat is natuurlijk ook hormonaal. En voor de rest eigenlijk niet meer. Dus dat is voor mij wel zot, want ik deed bijna dagelijks een dutje. Je kunt dat vragen aan Niels en aan Celine, die weten dat. En daar heb ik gewoon niet meer, geen last meer van. Ik heb heel veel energie. Ik heb veel minder stress. Ik voel me veel beter ook in mijn vel. Dus ja, dat is wel echt top natuurlijk. En ja, voor mij helpt dat dus echt super goed. Uw darmen zijn ook wel uw tweede hersenen, zeggen ze vaak. Dus ik heb wel het gevoel met die spanning op mijn darmen te verlichten, die stress op mijn darmen te verlichten. Want als ik stress heb onrechtstreeks, hou ik dat dus vast in mijn darmen. Om die stress eigenlijk weg te halen en mij meer relaxter te maken, dat ik mij echt ook gewoon veel beter voel en dat ik daardoor ook dus minder last heb van mijn darmen. Voor mij is het echt wel perfecte hulp. Ik weet dat dat voor iedereen anders is of andere problemen misschien anders is. Ik weet ook dat er, ik denk, een 3 à 4 meisjes ook door mij mijn stories via Wim terecht zijn gekomen van Acapuncto. Dus trouwens echt niet gesponsord, 0,0. Ik betaal gewoon elke afspraak zelf. Ik ben er terecht gekomen via een andere dokter en ik ben gewoon echt heel tevreden. Dat is ook een hele fijne en lieve man. Mocht je u op uw ongemak voelen, is helemaal niet nodig. Hij weet echt perfect wat hij doet. Dus daar ben ik nu terug onderweg naar. Hè. Dat is zo'n beetje mijn samenvatting. Samenvattingske. Maar ik heb nu de laatste dagen al een beetje. De laatste dagen heb ik best wel last van mijn nek. Vooral bovenaan en redelijk wat koppijn. Dus vandaag ga ik dat vertellen. En denk ik dat we dat ook een beetje gaan aanpakken dan. Want ik heb echt last al toch meer dan een week. Dus dat gaat me wel goed doen. Niels heeft ook eens een blokkage in zijn rug gehad. En 2 dagen na die blokkage zat hij nog altijd vast. Dus hij is ook naar Wim meegegaan met mij. Heeft Wim zijn rug gedaan. Ook met naaltjes, met laser en met cupping.
En de dag erna, allee, de avond zelf al, was Niels er zo goed als vanaf. Voelde hij echt verlichting in zijn rug en was de blokkade weg. Dus ik denk altijd, baat het niet, dan schaadt het niet. Zo is het. Dus je kunt me proberen als je met een probleem zit. En voor mij heeft dit echt goed geholpen, voor Niels ook. En ik ken nog mensen die door acupunctuur echt wel van hun stress zijn afgekomen. Mensen die hele stressvolle jobs hebben en zo. Dus ja, that's my story. En nog even, dan ben ik er. Dus ik zie jullie zelfs. Ondertussen. Zitten er al nootjes op? Ja, ik heb wel nootjes op. Ondertussen weer thuis van de acupunctuur. En ik heb eten gemaakt. We eten curry met spinazie of zoiets. Alleszins een gerecht van HelloFresh. Wat hè? Dat er lekker uitziet. Ja, hè? Ik hoop dat dat lekker is, maar het ziet er inderdaad wel heel goed uit. Ik ben benieuwd. En Schooier is weer daar, hè? Hey, schooiertje.